diversiteit is geen verhaal van pro en contras meer. Diversiteit is een realiteit. We zullen het de komende jaren, de komende decennia ermee moeten doen. Wij zijn onderweg naar een school in Waregem. Ik ga zo meteen in gesprek met leerlingen van het vierde jaar, AASO-leerlingen. Ja, er zijn weinig migranten in onze school. Ik heb tot nu eigenlijk heel weinig contact gehad met moslims. Dus ik toer rond in Vlaanderen. Ik ga zoveel mogelijk in gesprek met leerlingen om te luisteren wat er binnen die groepen leeft. En ik praat vooral over de problematiek en de uitdagingen die we vandaag er hebben. Denk aan de islam en de linken met extremisme. Ze zien de media, ze zien nieuws. Door het beeld dat er heerst van de islam, merken wij bij bepaalde leerlingen toch wel een negatief beeld. Ik denk ook een beetje door het gebrek aan ervaringen met moslims, ontmoetingen met moslims. En daarom vonden wij het zeer belangrijk dat iemand als Khalid ook wat meer duiding kon geven. Goedemorgen allemaal. Ik stel mezelf even heel kort voor. Ik ben Khalid Benhadou, ik kom uit Gent. Ik ben daar op dit moment imam van de grootste moskee. Om te beginnen, islam betekent, komt van het Arabische woord salam en betekent vrede. Ik vind het dan heel jammer en verschrikkelijk dat islam vandaag vaak geassocieerd wordt met alles behalve vrede. Ja, het is wel goed, vind ik, nu dat wij Khalid nu eens hebben horen praten, omdat je dan ook weet hoe het van hun kant is. Ik denk dat onze gesprekken ook goed zijn, niet enkel voor moslims, maar ook vooral voor mensen die de islam niet kennen, niet-moslims, omdat zij vaak ook een eenzijdige beeld krijgen. Door naar de media te kijken, de linken die worden gelekt vaak met extremisme, met terrorisme. En dat is vaak ook hetgeen wat blijft hangen. Wat er nu is gebeurd, ik wil aanslagen. En denk als de IS weg gaan zijn, dat er gewoon niet andere mensen weer opnieuw aan beginnen. Als er niet voldoende investeringen worden gedaan om mensen terug onderwijs te geven, om mensen terug werk te geven, dan verschijnt er inderdaad na zoveel jaar opnieuw een monster. IS 2.0. Ik hoop dat ze door Khalid te horen minder gaan veralgemenen. Ik hoop ook dat er iets wat minder angst zal zijn, omdat ze ook het islam en het moslim zijn wat beter hebben leren kennen. Ook van een imam die erover vertelt. En een imam die vertelt over vrijheid. Een imam die vertelt over ontmoeting met elkaar, over dialoog met elkaar. Wanneer je elkaar ontmoet, dan opent er ook voor jullie een nieuwe wereld. Elkaar ontmoeten en met elkaar in dialoog gaan, verbreedt jullie gezichtsveld. En zorgt ervoor dat jullie ook durven kijken naar de wereld vanuit een andere bril. Soms is een ontmoeting met één moslim voldoende om een genuanceerdere beeld te hebben over de islam. Soms moet je ergens een ankerpunt hebben, soms moet je een buurman hebben, soms moet je de bakker hebben waar je naartoe gaat die moslim is. En in wezen zijn we in de eerste plaats allemaal mensen. En vaak worden we gedreven door dezelfde zaken en staan we eigenlijk voor dezelfde uitdagingen. Alleen moeten we daar soms achter komen en moeten we soms elkaar ontmoeten om te beseffen, eigenlijk zijn we toch niet zo verschillend. Het is eigenlijk zo dat wij een veelkleurige school zijn, waar dus heel veel verschillende mensen van verschillende origines samenleven, samen in de klas zitten, samen les krijgen. Is toch wel belangrijk dat we hier geen polarisatie op school krijgen en elkaar met de vinger gaan wijzen. Niemand zet aan tot geweld. Waar je ook in wil geloven, wat ook jouw mening is, waar je ook van overtuigd bent, welke waarheid je ook hebt, je zet nooit aan tot geweld. Khalid heeft me echt veel geraakt, want hij heeft veel informatie. Hoe heet Khalid? Khalid leest boeken. Hij houdt zich altijd bezig met andere culturen. En dat heeft me echt veel binnengeraakt. En ik had een voorbeeld nemen van hem om vanaf nu andere informatie te zoeken van andere culturen. Wij als moslims, we zijn born met bidden enzovoort, maar bij ons is dat iets normaal. Maar we worden soms wel aangezien als een extremist. Wat kunnen we eraan doen om ons alleen? En de andere mensen tonen dat we dat gewoon hebben om te bidden en dat dan een soort belofte is van ons. Dus
op het werk of op school worden we soms als aanzien als een extremist en dat is niet leuk voor ons. De negatieve beeldvorming rond islam, hoe ze daar het best mee kunnen omgaan, want ik kan best denken dat sommige mensen, ook moslims, het moeilijk hebben om dat een plaats te geven. Ze voelen zich geviseerd, ze voelen dat zij niet erkend worden altijd in die identiteit van hen. Hoe ga je daarmee om? Maar inderdaad, vandaag is er angst en die angst leidt ertoe dat het minste al bijna gezien wordt als problematisch of als radicaal of als extreem. Dan kan dat net frustraties in de hand werken bij heel veel jongeren. Hè, die zich gefrustreerd voelen van, ik word niet erkend, ik ben helemaal niet radicaal, ik ben niet extreem. Maar natuurlijk heb je daarnaast ook regels op school. Je kan niet zeggen, ik wil mijn religie beleven op een manier waardoor ook jouw lessen op school daardoor in problemen komen. Ik kan best begrijpen dat leerkrachten vandaag die afstuderen, dat het soms moeilijk is om recht te kunnen doen aan al die deelidentiteiten die daar samenkomen in die klas. En dat is denk ik de leerkracht van de toekomst. Hoe kan hij erin slagen om de wereld mee te nemen in zijn lessen? Om te begrijpen dat de wereld, de klas is binnengekomen. Leerlingen stellen vragen en leerkrachten kunnen daar niet op antwoorden. Ik heb geen islam gevolgd. Wat weet ik over de Koran? Heel weinig. Ja, bepaalde vragen van leerlingen, en of dat dan nu oude Belgen zijn of zelf moslims en zo, ja, is toch belangrijk om daar een antwoord te kunnen op formuleren. Dus ik denk dat idealiter de leerkrachten over 5 jaar de leerkrachten moeten zijn die diversiteit omarmen, dat ook als een verrijking zien en niet gaan problematiseren. Ja, ik denk dat dat de leerkrachten van de toekomst is. Ja.